Hoi. Ik ga nu naar Alice. Ik mag, thank God, van haar een hele serie sieraden lenen. Want ik heb een styling lookje in gedachten voor de video's voor United Wardrobe. En het vind ik dus geweldig om een bepaalde hele stoere look, maar dan met heel veel gouden sieraden te combineren. En die heb ik niet en die heeft Alice wel. Fluogeel met okergeel gemixt. Deze sweat is super dik. Oké, tot zo. Het is super lekker. Een soort, ja, toch na zomerse zon. Na zomers vibe. Niet echt meer hartje zomer. Nee. Dit is zo'n mooi huis. Ja, het is echt een fijn huis. En een heel fijn. Mooie poesje. Designerpoes. Ja, ja, zeker. Ik heb een opdracht gekregen. Ik heb wat chainkettingen bij elkaar. Oh. En jij hebt heel veel gouden kettingen. Dus daarom ga ik even bij jou. Oh, ik heb wel wat. Dus ik kan jou heel veel even gebruiken. Kom goed. Schone ruimte. Ja, ik ga niet een home tour doen, want dat doet Alice lekker zelf. Ja, dat moet ik toch gaan doen. Oh, deze. Oh. Ja, jongens. Kijk, die met een... Oh ja, dat hoopte ik al. Je zei zo dubbele chain. Ja, maar dan maar heb dit ik is allemaal nog wel van de Wild Papers, want ik kan... Ja. Iemand mij uitleggen waarom ik hier eerst 3 weken lang door honderden fruitvliegjes word getergd. En ik word nu wakker en ik zie geen één fruitvlieg. Terwijl ze zijn gewoon weg. Weet niet veel van fruitvliegjes af. Waar die opeens naartoe zijn, die vliegjes. Ook bij de prullenbak hingen ze de hele tijd rond. Geen één. Van de een op de andere dag. Ik ga even koffies drinken. En dan ga ik naar de huisarts. Dit plekje wordt weggehaald. Ik hoop niet dat jullie te veel aan hebben gestoord. Ik wel. Ik ga nu even naar de koffiesalon. Dat is onderweg. Ga ik even wat lekkers eten. Een taartje of zo. Ik heb niks qua eten. En dan kan ik ook even hele lekkere koffie daar halen. Dit is de look. Oké, tot zo. Lekker op de Kinkerstraat. En dit ben ik aan het doen ter huiswerk. Research voor mijn avond binnenkort. Dit is trouwens echt een aanrader. Dat is dus een kaneelcroissant. Dus heerlijk. Ik ben helemaal gehavend. Ik dacht gewoon, oh, ze stippen even iets aan. Maar het is dus heel dik en helemaal ranzig. Dus sorry. Ik denk niet dat ik echt in beeld kom. Ik heb ook geen zonnebril bij me. Doei. Ik doe jou even op. Morgen. Britt is er. Wat heb jij een lekker broekje aan? Ja, ik dacht ik ga lekker voor de jogging vandaag. Ja. Heb jij zonnebril bij je? Nee. Okay. We mogen hier filmen. Tiga winkel. Dus dit zie je. Maar hierboven zit nog één hele grote balustrade. Ik vind dit dus mooi. Deze ontiegelijke kitsch. Maar dit heeft dus iets. Deze spiegel, jongens. Een soort van Griekse restaurant. En wat is dit? Jaren 90 of zo? En die is €35. Dit overdreven design vind ik dus ook gaaf. Cool. Oh.
lekker groot silhouet, jongens. Zakken. Gaaf. Ik hou gewoon van sets. Dus dit is dan een sjaal of centuur met zo'n jurk. Maar dit pas ik niet. Het is een soort kindermaat. If you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong. Freedom for me is waking up in the morning and going to sleep at night and in between doing exactly what I want to do. What's the secret to happiness? The secret to happiness is finding something you love and then doing that for the rest of your life. Nagels wel. Crystal nails. Het is eigenlijk in de pijps. Stukje fietsen, maar wel altijd heel fijn bij deze chicks. Jezus. Ik zie er echt zo slecht uit. En het is Fashion Week. En ik ga zo meteen naar een show. En ik zat net te denken van, hou ik nou eigenlijk van dit soort dingen? Ik zie altijd op tegen er naartoe gaan, omdat er gewoon heel veel mensen zijn. Heel veel druk. Ik weet niet eens hoe ik dit moet omschrijven. Oh ja, een armoedige truitje. Die heb ik dus natuurlijk, dat hele verhaal heb ik gehouden over Vetman. Maar kwam ik in mijn oude screenshots dus nog iets tegen. Er zijn mensen die dit heel leuk vinden. Sarah Jessica Parker. Wellicht als Carrie, maar dat weet ik niet zeker. In dit truitje. Oké, nou. Dus ik ben een soort mensenschuw. En sowieso netwerken is een vak apart. Want je moet dus kleine praatjes maken met mensen. Luchtig, snel. En eigenlijk moet je begrijpen wat de belangen zijn. Meestal als ik er ben, vind ik het leuk. Het is ook goed om veel mensen te spreken die ook met dit vak bezig zijn. En dat ik daar gewoon mee kan samenwerken. Of kan brainstormen, dat hele verhaal. Dus ik ga het zeker doen. Ik ga jullie wel meenemen. Ook dat vind ik spannend om dan te gaan vloggen. En al die hele grote vloggers zijn daar en die zien mij dan met dat cameraatje zo van, oh, denkt hij ook een vlogger te zijn? Oké, ik ga proberen om dit te verdoezelen. Zie je die wal of zie je die concealer of allebei? Oké, dan moeten jullie maar even doorheen kijken. Want ik ga even mijn dingen die ik heb gekocht bij Rattenplan Generator weg. Ga ik nu laten zien. Ja, dit ding. Heel gezellig hoedje. Oeh, drama. Ja, niet dat ik dit nou direct kan dragen, maar trouwens, stel dat ik dit naar de Fashion Week zometeen opdoe, is dat gewoon oké. Want dat is wel zo, dat is het verrotte. Enerzijds kan je daar dus helemaal losgaan qua looks, maar aan de andere kant ben ik dus te verlegen om dat te doen, omdat ik eerst wil kijken wie er allemaal zijn. En dan is dat te laat. Dus eigenlijk moet ik straks toch all out gaan met mijn outfit. Dus ik heb nu bedacht dat ik niet opeens helemaal in een zwart joggingspak weer ga. Zoals altijd, als ik me niet zeker voel dat ik dan een soort van cocoon aantrek. Echt al heel veel hoor, dit ding. Ik denk dat sommige mensen die kijken, die kennen dit. Het lijkt mij, omdat ik hier gewoon heel vrolijk van word, lijkt het mij dus heel leuk om dit gewoon ergens op te hangen. Waarschijnlijk gewoon in een hoek. Hier bijvoorbeeld.
Oh ja, deze sweatband. €3. Eigenlijk waren alle broeken 3, alle jassen 15. Zonder kut. Deze schatjes heb ik bij de Zara gekocht. Ik kan dus op deze look doorgaan, want nu komt de klapper. Deze jas voor €15 en hij is in perfecte staat. Ik denk niet dat hij ooit gedragen is. Alle details zitten eraan. Ik heb heel veel foto's van geruite jassen. Natuurlijk Burberry. Maar deze jas kennen jullie. Dat is natuurlijk een soort signature jas. Maar ook dit. Burberry heeft ook een blauwe gehad. Fluo geel. Oh, kijk, met een sweat. Deze lengte ook te gek. Dan een heel klein stukje broek en dan die laarzen. Dan dit ding. En dit lijkt dus heel erg op het theekannetje van een of andere Nederlandse affiche, print, zeefdruk. Oh, ik vergeet die naam altijd. Ik heb in die kast erachter dus heel veel silhouet items. Die is heel sterk zijn op silhouet. Dus twee zwarte designfasen bijvoorbeeld. En dan wil ik deze eens bijzetten. Bijvoorbeeld deze twee fasen. Die vind ik dus heel erg mooi gewoon op shape. Dus nu ga ik even een plekje bedenken voor... Dit is een beetje een rommeltje, jongens. Plekje bedenken voor mijn nieuwe vaas. Dit zijn mijn Celine's. Killer mooie hakken die helemaal naar binnen lopen. En dan deze ernaast. Is in zijde. En het had oorspronkelijk een botanical Hawaii-achtige print. Dat is helemaal afgewassen, maar deze kwaliteit is zo lekker. Die trend met shirts over sweats vind ik te gek. En dan is dit wel zo'n mooie toon die een beetje inblendt. Ik had ook nog een voorbeeld van dit idee. Shirt over tee. En dan deze. Een miskoop die ik niet vaak heb. Hij is gewoon te klein. Deze broek gaat in de shop. Trouwens, 3 shows deze week. En eerst nu Nina Nuna. Celebration of Species. Hormones are my master. Nina Nuna brings an ode to the pure animal, the human, in its natural form. Peeling off the heavy layers of culture to release what lies underneath, our instincts. Ja, nou ja, dat boeit mij natuurlijk ontzettend. Ja, ik zal daar filmen. Dat mag volgens mij gewoon overal. Later. In eerste instantie had ik dus bedacht om dit aan te doen. Kijk, het begon allemaal met die bril, zodat ik dat oog een beetje kan verbergen. Nou, dan dus mijn nieuwe lievelingsjas en deze jurk. Ja. Yeah. Ik vind dit wel leuk. Het zit lekker. Het is een gave combi tussen dit sportieve en dit niet sportieve. Durf ik dit? En deze broek hieronder is niet leuk. Dus dit samen, die top met... En dan het artwork zo centraal, dat vind ik geweldig. En die bril ook, maar deze broek niet. Oh ja, dat had ik vannacht bedacht. Ik ga deze jurk als lange kokerrok proberen aan te doen. Kijk eens aan. Zal ik dan mijn slangenlaarzen, die gimpen, slangenlaarzen, of is het afgezaagd? Oké, hem kie. Oh my god, dit is vet mooi en dat heeft het ook nodig. Iets volwassens. En dit heel mooi staan. Maar er moet nog een taille in. Dan kan ik mijn taille tasje even doen. Taille tasje. Heb ik meteen een plek voor mijn camera. Je ziet zelfs mijn knieën erin. Dus, en hier ook alles. Dus hier moet even iets onder. Je hoeft niks. Zet mijn haar een beetje. Kijk, even knappie.
Dit is Floortje. Hey, Lon. Ja. Je zit op de vlog. Je bent ook bij de borrel. Ik moet even de enkel veranderen. Haar even los, lipblosje op. Waar zitten jullie? Bij de liefde nu? Nee, bij de binnenvisser. Ja, naast de liefde. Ja, helemaal. Ik ben helemaal over mijn hoofd. Ik dacht ook, ik ga niet zeggen, ook maak je veel te druk. Ja, maar dan... Niet belangrijk, we gaan gewoon. Ik ga nu naar huis, ik trek nu wat nemen. Maar dit is dus Jochem, die woont nu lekker bij ons in Amsterdam. Oh, wat is dit? Nou, nee, ik hou niet zo van deze. Wat goed, dankjewel. Oh, Jochem heeft het zelf gemaakt. Tuurlijk. Wat goed. Zoek je nog een stage? We zijn op Museumplein, helemaal verregend. Maar hier zie je de tent. En we gaan Floortje naar binnen kletsen. Oh. Oké, daar gaan we, jongens. We zijn er op Fashion Week. Yay! Ja! Yeah. Oh ja, die zijn altijd op de goede plek, hè? Ja, ik vind dat ook. Is er maar niks om te doen? Nou, deze vlak voor mij uit. Kijk ik heen, dan word je even lekker rijden. Ja. Waar kijk ik heen? Ik, waar kijk ik heen? Naar de lens. Oké, okay, we gaan naar binnen. Wat een lekkere ontvangst, jongens. Mooi. Hier zijn alle fotografen. Kijk, dat is Daan. Vierkante neuzen, jongens. Dit is heel lekker, zo'n korte top met zo'n poltrui. Jij vond de show ook geweldig, hè? Dit is dus na de show. Ik zoek één vrouw. Mag ik jou vragen wat je ervan vond? Ja. Op de vlog? Wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel heel bijzonder en te gek. Wat zij doet is toch gewoon een soort vieren van de mens in al haar verscheidenheid. En totaal niet aan conventies vasthouden. Dus dan zag je al mannen met korte rokken op de hakken en vrouwen en
gekke dus M-elementen. Ja. Ja. Maar ook kon, gender maar was heel vloeiend, hè? Zo een soort viering gewoon van ja, de mens. Ja. Ja. In hoe zij of hij er ook uitziet, weet je wel? Ja, ja, ik vond maar ook gek, ja, gek genoeg, bijzonder genoeg, ook heel fashion. Ja. Dus dat vond ik, het had ook heel veel met mode te maken. Heel erg, want ze gebruikten allemaal elementen van latex en dingen. En dan weer een soort zakelijk pak over iets anders heen. Ja, het was wel heel... Het was een feest, ja. Hoog niveau, hè? Dankjewel. Oké, dus wij gaan nog een drankje doen. Tot morgen. Hoe laat is het? 1:27. Morning. Het is avond. Ik heb niks gedaan vandaag. Dus ik ga alleen eten. En morgen wel weer 2 shows. Dus loempia. Vega. Ja. Dit zijn 2 lampers met tonijn. En ik moet dus boven de €15 aan eten bestellen, anders komen ze niet. Dus ik ga dit morgen opeten. Zetten. Kijk, hier hebben we weer een wasklus. Als ik dit per week in mijn eentje heb, hè, kan toch eigenlijk gewoon niet. Goed. Dat terzijde. Kijk, dit wil ik misschien aan gaan doen. Dat is wel naar een show van Lidl. Grappig genoeg. Voor de Fashion Week. Met Joke. En vanavond met Gijs naar Zoe Carson. Kijk, dus ik dacht, ik doe nu gewoon die hele roze look aan. Ja, die kimono staat niet gaaf. Ja, dat fluo met dat laffe geel vind ik gaaf. Maar ja. Het is dit geworden. Helemaal zwart. Nike Techno. En mijn smile oorbelletjes. En dan doe ik misschien nog een zwart bomberjack. Het is gewoon 20 graden buiten, dus dat hoeft eigenlijk niet. Jammer genoeg, want dat is wel veel cooler. En ja, dus ik heb ook nog deze jas erbij. Zijde jas, vintage, jalaba, kimono en deze tas. Let's go! Ik ben op Museumplein en hier zie je die tent al. Dus hij staat midden op het veld. Goeie timing hoor, schat. Goeie timing. Veel te warm. Och jongens, het is gewoon weer zomer. Wat is dit voor iets? Nou, Joke en ik zijn dus onafgesproken in dezelfde dresscode. Nou, bijna hè. Ik zie er niet uitzien. Helemaal all black. Nou, schat. Ach, wat is het lekker hè? Ik dacht ook, ik ben ook blij dat ik überhaupt naar buiten ga. We moeten een terras op, dat dacht ik.
fantastisch was dat. Heel ik heb echt gelachen. Ik vond het hartstikke leuk. Ja. Dit heel mooi, dat rood met blauw. Ja, prachtig hè. We zitten hier lekker op het hoekje van het Museumplein. Cheers, schatje, op de zondag. Ik dacht nog, ik vind ze te ielig, maar ik heb ze toch gehouden, die slangelaars. Ik wilde dus met appen, ik ben het met je eens, en toen zag ik dat je ze aan had, zodat ik zeg het maar niet. Want... Hey, ik ben nog steeds met mezelf ook te ielig. Ja, dit kan ik zo combineren dat je helemaal naar kijkt. Dat was het idee. Nu naar Zoe Carson en Gijsje. Wij gaan, wat gaan wij doen? Moet je al naar huis? Nee, niet per se. Ik ben alleen wel heel erg blut. Ja, ik ook. Doei. Kan niet meer, jongens. Zoveel social dingen, dat is niks voor mij. Dat weten jullie. Ik ga dus nu onmiddellijk een joggingspak aantrekken en op de bank liggen het eten. Doei.